Deze had de capuchon op en de capuchon voor de mond. En toen, toen zag ik dat mes. En wat voor mes wie dat? Nou, dat was een heel groot broodmes. Ja, zo'n hak, ja, lang mes. Wat deed hij vervolgens? Hij liep naar me toe en hij bedreigde mij met het mes. Eerst een beetje aan de voorkant en hij zei, ik wil geld. Onder bedreiging van het mes moest ik mee naar die kassa. En hij zegt, openmaken. Ik zei het nog tegen hem van, waarom doe je dit? Nou, hij zei, ja, mijn moeder heeft schulden en ik moet geld hebben. Ja, dat is een angst. Ze zeggen wel eens doodsangst. Of ik op Sint Leeuw was, ik skiet in de broek van angst. Nou ja, dat is niet voor niks die uitdrukking niet. Dat is echt doodsangst. Schrikkerig. S'nachts wakker worden en het weer beleven. Niet creatief wezen zoals ik het graag wil. Dat hele veilige plekje, het gevoel van veiligheid, dat is helemaal weg. Ja.